koningin Beatrix en een groot deel van de koninklijke familie brachten een bezoek aan de tentoonstelling 100 jaar Juliana in Paleis het Loo in Apeldoorn. De tentoonstelling is opgezet ter ere van de 100ste geboortedag van koningin Juliana. Bezoekers kunnen op deze expositie een wandeling maken door het leven van de vorstin, met daarin bijzondere voorwerpen en documenten, zoals haar bul van de Universiteit Leiden. Ook zijn er videofragmenten te zien. Koningin Juliana en prins Bernhard die trouwden in 1937. Dat is natuurlijk de tijd van het zwart-wit tijdperk. En hier staat de koningin naast ons als persoon, precies zoals ze was op haar huwelijksdag. Met prachtige briljant in het haar en oranje bloesem. Maar ook de jurk. Dan zie je opeens dat het helemaal geen witte bruidsjurk is. Maar dat in die zijde een soort van zweem van oranje lijkt te zitten. Het is prachtig geborduurd, ook met brokaat en zilverdraad. En dat moet een heel mooi effect gehad hebben met die plooival, zeker bij het lopen. Met vertrouwen zie ik een toekomst tegemoet. Onder de zorgende leiding van mijn innige lief kind. Juliana werd ingehuldigd in 1948. Ze staat bekend als de gewone koningin. De koningin die zo graag mevrouw wilde zijn. Dat zou kunnen. Misschien is die zogenaamde eenvoud van Juliana wel al af te lezen aan de troonzetel die ze gebruikte bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk. Ja, het is natuurlijk wel een vergulde stoel met leeuwen en rood, want het hoort bij een koningin. Maar het is toch eigenlijk ook wel een heel eenvoudige stoel. Een van de kenmerkende objecten in de tentoonstelling, dat is de vlinderbril die we hier zien. Dat is een gouden gala vlinderbril die koningin Juliana heeft gedragen, onder andere bij het huwelijk van prinses Margriet. En ga je nu in de doventaal kijken en wat de naam van Juliana uitbeeldt, dan is dat juist die vorm van de vlinderbril. Zo zeggen de mensen die vachbarentaal gebruik maken, Juliana. De tentoonstelling 100 jaar Juliana is tot en met 30 augustus open voor het publiek.